Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik wil u nog één vers lezen. En dat komt uit het Evangelie naar Lucas. Uit het verhaal van de instelling van het avondmaal. Ik zal niet dat hele gedeelte lezen, maar alleen maar dit ene vers. Toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem en hij zei tot hen: ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten, voordat ik lijd. We hebben het verhaal gelezen van de kruisiging van de Heer Jezus. En we hebben een vers gelezen dat spreekt over zijn gevoelens aan de vooravond van die kruisiging. Dat is eigenlijk typisch iets van het evangelie van Matthäus. Pardon, van het evangelie van Lucas. Om ons iets te vertellen over het innerlijk van de Heer, over zijn gevoel. Zijn gevoel voor de stad Jeruzalem bijvoorbeeld. Hij ziet die stad van verre en zegt dan: ik heb u willen verzamelen zoals een moeder haar kinderen verzamelt. Of de ontferming waarmee hij bewogen wordt als hij melaatsen ziet. Dat is allemaal typisch iets van Lucas. Een kleine inblik in de gevoelens van onze Heer. En in contrast daarmee spreken Matthäus en Marcus dan meer over de gebeurtenissen die plaatsvinden. We staan er ook maar weinig bij stil, denk ik, omdat we in de meeste gevallen in het evangelie daar niet rechtstreeks wat over horen. En toch zijn er van die kleine aanwijzingen, waardoor we een kijkje krijgen in het hart van deze mens, juist in deze tijd van zijn leven. Want waarom zou hij gezegd hebben aan die vooravond van zijn dood? Waarom zou hij bij dat begin van die paasmaaltijd met zijn discipelen gezegd hebben: ik heb vurig begeerd? Dat wil zeggen, ik heb heel diep van binnenuit juist dit ene verlangd. En dan komt er om dit Pasen met jullie te vieren, deze paasmaaltijd. Dat is een maaltijd van bevrijding en verlossing. Dat is een maaltijd waar Psalm 116 bij hoort, die we gezongen hebben. Een psalm die spreekt over de redding die God geeft. Aan het eind van die maaltijd hebben ze het zogenaamde Hallel gezongen. Een aantal psalmen achter elkaar. Psalm 116 hoort erbij. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des Heren aangeroepen. En dan het derde vers. Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Hier was een kreet die werd beantwoord. Israël in gevangenschap in Egypte werd bevrijd. En hier is een Messias die een paasmaaltijd van de bevrijding viert, daar diep naar verlangd heeft, maar weet dat zijn gebed om hiervan te worden gespaard niet wordt beantwoord. De Hof van Gethsemane heeft Jezus diepe angsten gekend. Zijn tranen werden tot bloeddruppels. En toen hij die angst voelde, is hij nog ernstiger gaan bidden tot zijn vader: Heer, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is toch het diepe verlangen geweest, om aan deze weg te mogen ontkomen. Een verzoek aan zijn vader in de hemel of er misschien een andere weg zou kunnen zijn. Hij heeft geworsteld met die weg. Het is geen eenvoudige gang geweest. Hier komt geen triomferende Messias Jeruzalem binnen. Hier komt één nederig op een ezel binnen. En die heeft zich overgegeven in de handen van priesters en schriftgeleerden en de Romeinse soldaten. Heeft zich laten veroordelen door Pilatus, is de weg gegaan van een misdadiger of martelaar.
dat is geen eenvoudige weg geweest. Maar zijn verlangen, zijn diepste vurige begeren was het om samen met zijn discipelen aan de vooravond hiervan dat bijzondere moment met elkaar te hebben. Om op de vooravond van zijn dood te mogen denken aan bevrijding. Op de vooravond van zijn dood het feest van de verlossing te mogen vieren met de mensen die hem nabij stonden en hem gevolgd waren. Wat is dat voor een gevoel? Is hij dan niet bezig geweest met zijn dood en lijden? Heeft de angst hem dan niet meer in de greep gehad? Die zal er ongetwijfeld nog geweest zijn. Maar die angst voor zijn lijden en de wanhoop over de noodzaak dat hij moest sterven, die werden weggedrukt door dat verlangen, dat nog diepere verlangen, om het feest van de bevrijding te kunnen vieren. Bevrijding niet voor hemzelf, maar bevrijding voor u, voor jou en voor mij. Vanavond is Jezus in ons midden. Hij heeft vurig verlangd om dit avondmaal, dit feest van de bevrijding, met ons te kunnen vieren. Dat kostte hem zijn leven. Daarvoor moest hij door pijn en spot heen gaan. Daarvoor moest hij gescheiden worden van een heilige God op het moment dat hij het lam werd dat de zonde van de wereld droeg. Maar dat heeft hij alles verdragen vanwege de vreugde die voor hem lag. Vanwege het resultaat dat hij voor zich zag. Een mensheid bevrijd uit de slavernij van de zonde. Mensen die leven zonder de schaduw van de dood over hun leven heen. Mensen die niet langer zijn prijsgegeven aan de onvruchtbaarheid, want al onze daden lopen vast. Maar mensen die volop mogen en kunnen leven in Gods licht, zijn leven delen en dat leven ook onderling mogen delen. Dat heeft hij voor zich gezien. En dat heeft de angst voor de dood en de pijn van het lijden weggewist. Daarom kan hij bij dat laatste avondmaal zo rustig met zijn discipelen spreken over de uitgang, de exodus, de uittocht die hij volbrengen moest in Jeruzalem. Daarom kon hij onderweg naar Jeruzalem zo vaak met hen spreken over de noodzaak dat de Zoon des mensen moest lijden en moest worden overgegeven. Ondanks die duisternis en diepte van de dood, ondanks dat lijden dat hem wacht, heeft hij nog iets anders gezien. Wat heeft hij dan gezien? U heeft hij gezien. Ons, hier. Hij heeft u gezien. Hij heeft u lief gehad. En hij heeft het voor u willen volbrengen. Niet zomaar voor een abstract ideaal is hij gestorven. En hij is niet eens alleen gestorven als eerbetoon aan God de Vader die hem op die weg bracht. Dat was niet zijn weg. Hij heeft al die mensen gezien, al die mensen op zijn hart gedragen, al die mensen lief gehad die ooit in hem zouden geloven. Die ooit hun hand zouden leggen op dat lam en zouden zeggen, Heer, ik ben van u. In leven en sterven ben ik van u. Voor die mensen gaf hij zijn leven vrijwillig en uit liefde. En daar heeft hij vreugde om gekend. Waarom heeft hij kruis en lijden verdragen? Opdat hij hier in de geest in ons midden, met ons samen, dat feest van de bevrijding kon vieren. Met bevrijde mensen. Met mensen die beseffen dat de macht van de zonde en de slavernij aan de dood ten einde zijn gekomen. En die daardoor vreugdevol in het leven kunnen staan. Dat was zijn doel. Dat heeft hij voor zich gezien. Hij heeft vurig begeerd dat Pascha te vieren met zijn discipelen. En hij begeert nog steeds vurig om dat hier met ons, met alle kinderen Gods in de wereld te vieren. Maar wat is dan ons antwoord? Wat wordt dan in ons hart gevonden als wij vanavond met hem die maaltijd vieren? Want vergist u zich niet.
Het is geen maaltijd van de gemeente onderling. Dat hoort er ook bij, dat we door hem tot een eenheid zijn gebracht. Dat we nu één volk zijn, één familie van broeders en zusters, zeker. Dat is niet het voornaamste. Als wij avondmaal vieren, dan is dat opdat wij de Heer ontmoeten. Opdat hij in ons midden kan zijn, omdat wij gehoorzamen aan zijn opdracht, doet dit tot mijn gedachtenis. Het gedenken van wie hij is en van wat hij gedaan heeft. In de eerbiedige dankbaarheid voor de liefde die hij ons betoond heeft. En in die nederigheid waarmee we hem in ons hart verwachten. Daarin wordt hij geëerd. Daarin komt hij tot zijn recht. Dan zeggen we tegen de hele wereld dat zij ongelijk had door hem te kruisigen. We zeggen tegen Romeinen toen en gewelddadigen nu. Dat geweld geen recht en plaats heeft in deze wereld. We zeggen tegen alle volkeren dat de Messias uit Israël komt en uit geen ander volk. We zeggen tegen de hele wereld dat hij leeft. Dat het graf hem niet kon vasthouden, omdat hij de heilige van Israël was en waarachtig de zoon van God was. We zeggen tegen de hele wereld dat de weg naar de bevrijding en het heil niet ligt in hoe je jezelf probeert te redden. In hoe we samen de samenleving proberen rechtvaardig te maken. Maar dat de weg naar de zegen die God geeft door het kruis en de opstanding van Jezus Christus leiden. Dat is ons getuigenis vanavond. Dat is wat we zeggen met wat we zingen en wat we doen. Met ons gebed en met wat in ons hart gevonden wordt. Zo belangrijk is het dat wij hier samen zijn. Geen maaltijd van de gemeente, geen aardigheidje, geen interessante religieuze rituelen, maar een werkelijke ontmoeting met een Heer die ons hier samenroept. Hij is de gastheer, hij heeft vurig begeerd, veel meer dan wij dat kunnen. Hij heeft vurig begeerd om dit avondmaal met ons te vieren. Geef God dat iets van die begeerte en van die dankbaarheid en van die lofprijzing die vanavond gepast zijn. Voor een God die zijn zoon in de dood geeft voor ons. Voor een zoon die ons zo lief heeft dat hij die weg is gegaan. Voor een Heilige Geest die bij ons wil wonen om steeds weer opnieuw die God en die zoon aan ons voor te stellen. Geef God dat dat gevonden wordt bij ons. Want dat is tot eer van zijn naam en tot een zegen voor ons. Die God zij de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus, is toch een merkwaardig gevoel om op paasmorgen door de sneeuw te waden. Als je dan bedenkt dat we met kerstavond in de storm stonden zonder sneeuw, kaarsjes buiten die waaiden meteen uit. En misschien hebben we toen wat te hard gebeden om sneeuw en dan krijgen we het vandaag op de paaszondag. Dus een groot deel van mijn preek die ging over de lente die aanbreekt en de prachtige nieuwe zonneschijn enzovoort, moest ik schrappen. Wat moet je nou met sneeuw op de paaszondag? Een heel raar gevoel. Want we willen juist vandaag zeggen dat de winter voorbij is. We willen nou juist zeggen dat de lente, het nieuwe, is aangebroken. Maar dan komt er toch even wat sneeuw om ons eraan te herinneren dat we misschien niet te snel en te vroeg alles maar moeten zien in dat licht. Hè? Dat het misschien nog wel even duren zal. Ik weet niet of het zo door de hemel bedoeld is, maar je kunt er een les van maken.
Er zijn nog veel kerken ook vandaag en we doen dat natuurlijk ook wel een beetje. We denken ook wel aan de natuur, hè, als we het over Pasen hebben. Pasen is oorspronkelijk ook een oogstfeest of een lentefeest. De zon wordt weer wat sterker en we gaan richting zomer. En van oudsher hebben mensen dat gevierd op allerlei manieren. Dat is natuurlijk niet alles. Want er zit iets heel raars met die vergelijkingen met de natuur. Mensen hebben dat natuurlijk gezien, hè? Lente, zomer, herfst, winter. Dagen gaan lengen, dagen worden weer korter. En die hebben gedacht, het menselijk leven lijkt daar een beetje op. He, je wordt geboren en dan ga je door de zomer van je jeugd heen. En dan heb je je volwassen verantwoordelijkheden in de herfst. En dan wordt het wat minder in de winter. Nou, dat zal wel een mooi beeld zijn. Alleen, dat loopt dan niet zo door dat we na die winter, dat we dan weer opnieuw beginnen met onze kindertijd en jeugd. Dat loopt niet rond, hè? Dat loopt veel meer als één lange lijn, dat weten we ook wel. Dus het is wel aardig dat we dan denken dat ons leven wat lijkt op die seizoenen die vergaan. En dat we daarom bezig zijn met het licht dat weer sterker wordt en het licht dat komt. Maar voor het menselijk leven geldt dat eigenlijk niet zo. De vraag waar wij mee zitten is niet van, nou ja, wanneer wordt het dan weer lente? De vraag waar wij mee zitten is de vraag die deze vrouwen zich gesteld hebben. Vrouwen in Markus 16, die daar bezig zijn met het afscheid, het laatste afscheid van hun Heer. En dan moeten ze naar dat graf toe. En dan is daar dat grote symbool en teken dat de dood het einde is, dat is die steen die voor dat graf staat. Een beetje in zo'n ei-vormige steen met een brede onderkant. Lijkt dus een beetje op een ei. Ik denk dat we zo aan de paaseieren gekomen zijn. Hè? Een ei lijkt een beetje op zo'n type steen dat ze daarvoor zetten. Een kuil in de grond. En dan kon die steen daar makkelijk ingedraaid worden. Maar dit was nogal een grote steen. Dus die vrouwen die daar spontaan naartoe gegaan zijn, ze willen Jezus nog de laatste eer bewijzen. Die hebben halverwege gedacht, ja, maar hoe moet dat nou? Die steen is voor ons veel te zwaar, daar zijn wel 4 of 5 sterke mannen voor nodig. En terwijl ze naar de grond kijken en met hun eigen zorgen bezig zijn, is dat wat door hun hoofd heen gaat. Hoe krijgen we nou toegang tot deze Jezus voorbij de grens van de dood? Hoe komen we voorbij de grens van de dood? Wie zal voor ons de steen van het graf afrollen? Dat is de vraag die denk ik door ons hele leven heen trekt. Want er zijn nogal wat stenen op onze weg. En er zijn nogal wat zaken die ons zorgen baren. En we hebben een winter achter de rug. Waar we ook wel hier en daar weer onze zorgen hebben gehad. En we maken in de gemeente de laatste weken toch een aardig aantal sterfgevallen mee. En niemand van ons die een sterfgeval meemaakt van nabij, die zal zeggen, nou ja, dat is even de winter en dan komt straks de lente weer. Dat is geen troostwoord, hè. Het is niet troostrijk om te zeggen, nou ja, de natuur herstelt zich wel weer. Vandaag ziet het er prachtig uit buiten. Het is een mooi gezicht. Maar als je hart vol is van rouw en van afscheid, troost je dat niet. Er kunnen dagen in je leven zijn dat je helemaal vastloopt met jezelf. Je hebt geen vrede met jezelf. Niets werkt, niets lukt. Overal zie je muren. Als dan iemand tegen je zegt, ja, maar morgen gaat de zon weer schijnen, ben je dan getroost? Ik denk dat je alleen maar getroost bent als die steen van dat graf wordt weggerold. Als er nou eens iets te hopen valt, iets te verwachten valt, voorbij de grens van de dood. Maar wie is sterk genoeg om die steen weg te rollen en ons te laten zien dat het graf werkelijk leeg is? Dat hij leeft, dat hij is opgestaan, dat hij ons leven een hele andere wending heeft gegeven. Dat moet je zien. Op een of andere wijze kijken die vrouwen op. Ze durven dat één moment en dat is het geheim. In plaats van naar beneden te kijken, naar alles wat ze zwaar maakt en naar beneden drukt en de zorgen die ze hebben, kijken ze omhoog. Daar boven hen is dat graf, is die opening in de rots waar een graf is uitgehouwen. Daar moet je naartoe durven kijken.
En dan zien dat het graf open is. En dan naar binnen durven gaan. En dan zien dat het graf leeg is. En dan je oren openen voor wat die engel te zeggen heeft. Vrees niet. Al die engelen zeggen hetzelfde. Vrees niet. En dan die angst bij jezelf voelen, weggenomen worden. Dat is het geheim. Dat is het geheim van Paaszondag. Het is de boodschap natuurlijk dat Jezus is opgestaan. Maar als jij niet beseft dat dat een antwoord is op de zorgen die je zelf hebt. Als jij niet beseft dat Paasmorgen te maken heeft met jouw verdriet, met jouw levensverwachting, met al die gevoelens van onvrede die je over jezelf kunt hebben. Als je dat niet met elkaar in verband brengt, dan is dat ook geen troostwoord. Net zo min als het troostend is om te weten dat morgen de zon weer opgaat en dat nu weer de lente beginnen zal. Dat kan zelf in de lente sneeuwen en dat kan in de zomer stormen. En in de herfst kan het in je leven misgaan. Zoveel dat ons bedrukken kan. Maar dan leren omhoog kijken. Dan zien dat het graf geopend is. En dan zien dat het leeg is. Er zijn veel dingen die ons bedrukken. Mensen die elkaar niet verstaan. Dat heb je ook. Dat je vastloopt in communicatie met je kinderen of met je buren. Er zijn vele richtingen en gevoelens en overwegingen, ook in de gemeente. Ook daarin kun je vastlopen. Wat een verschil is er toch? Waarom gelooft hij die dingen heel anders dan ik? Waarom is de beleving in de gemeente soms hier, de zondagmorgen, zo anders dan je zou hopen en verwachten? Verschillen tussen mensen kunnen je in de weg zitten. En je kunt soms de neiging krijgen om je hakken in het zand te zetten en te zeggen, ik wil niet meer proberen die ander te begrijpen. Laat het er nou maar bij zitten, waarom doen ze nou niet wat ik leuk vind, wat ik mooi vind. Zo kan het gaan in je leven, hier in de gemeente, net zo goed als in het dagelijks leven. Wat is het antwoord daarop? Is er een antwoord op? Of moeten we dat dan maar zomaar verdragen? Is dat niet de vraag, wie zal die steen voor het graf wegrollen? Wie zal dat oplossen? Dat ik zo vastloop in de omgang met andere mensen. Dat ik zo vastloop in de verschillen die er zijn tussen mij en broeders en zusters in de gemeente. Wie zal die steen van dat graf afrollen? Dat je geen vrede hebt met jezelf. In het allerergste geval heb je dan het idee van, ach, was ik maar dood. En sommigen gaan zelfs over die grens heen. Geen vrede met jezelf. Het leven biedt jou niks. Alle vreugde is eruit weg. Dat kan gebeuren. Dan kun je gegijzeld raken door de ziekte van een partner. Dan kun je jezelf zo verzwakken dat je alle levensvreugde ontneemt. Wie zal dan de steen van dat graf wegrollen? En dan mensen die een ander in de dood moeten prijsgeven. Terwijl buiten hier alles nieuw wordt en anders en er mooi uitziet en die lente aanbreekt. Is het enige wat die mensen kunnen denken, dat ze dat niet kunnen delen met hun partner. Dat ze dat zo vaak samen hebben beleefd en nu voor het eerst alleen moeten beleven. Wie zal die steen dan afwentelen van het graf? Helpt het dan dat mensen zouden zeggen, ach, er komt morgen wel weer een nieuwe dag. Schep maar moed en de tijd zal alle wonden helen. En God is licht en dat licht zal wel weer aanbreken en de lente komt wel weer. Of zijn dat machteloze woorden, machteloze, troosteloze woorden die ons hart niet bereiken? Wie zal de steen afrollen van het graf? Nou, Marcus die zegt, als je nou maar goed kijkt, dan zie je dat dat al gebeurd is. Die steen is al afgerold, weggewenteld. Het graf is al open. Het is geen kwestie van je inspannen om met al je krachten of met vereende krachten die steen weg te krijgen. Om daar maar een beetje troost en moed met elkaar te scheppen. Dat is het gelukkig niet. Het hangt niet van ons en onze inspanning af. Het hangt er vanaf of je omhoog durft te kijken. En dan ziet dat die steen al afgewenteld is. Gelukkig maar, want hij was heel groot. Te zwaar voor ons.
Als we willen weten wie de steen voor ons afwentelt, moeten we wel vandaag. We vinden dat vast niet erg. Moeten we over Jezus spreken. Niet over de natuur, niet over de lente, niet over een licht dat weer morgen zal aanbreken, maar over Hem. In Jezus is een menselijk leven verschenen, zichtbaar geworden, zoals God het heeft bedoeld. Vol met liefde voor de naaste, met liefde voor ons die Hij nog niet gezien had, maar wel kende in zijn geest. Een leven dat niet bang was voor ziekte en dood, maar dat kon vertrouwen op een God die alles in zijn hand houdt. Een leven waarin die woorden van Psalm 23, waarmee we moesten beginnen, gezang 14, de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen aan grazige weiden, hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Die woorden worden in zijn leven waar. Omdat zijn leven een leven was dat zelfs geen angst kende voor de dood. Zo diep was zijn vertrouwen op een God die leven kan brengen waar de dood geweest is. Een mensenleven van iemand die in vrede leefde met zichzelf. Die zich zo aan God had toegewijd dat het transparant was tussen hem en God, om het zo maar te zeggen. Die niets hoefde achter te houden. Die zich voor niets hoefde te schamen. Die niet vastliep in zijn ontmoetingen met andere mensen. Omdat elk van die ontmoetingen een demonstratie was van zijn liefde en overgave voor hem. In hem is een leven verschenen dat kon wenen met de zusters van Lazarus. Maar ook een leven dat het machtswoord kon spreken over de dood. En tegen Lazarus kon zeggen, kom uit het graf. Die Jezus is degene die de steen afwentelt voor het graf. Die Jezus is het die vandaag tegen ons zegt, kom dan uit het graf, zoals hij tegen Lazarus zei. Laat dan die doodslaap vallen. Laat dan al die wintergevoelens achterwege. Bekijk je zorgen en zie je rouw en zie al je gevoelens waarin je depressief wordt en je klein maakt. Zie dat in het licht van deze paasmorgen. Niet van het licht dat schijnt, maar van een Heer die opstaat uit de doden en die zijn nieuwe leven met ons wil delen. Toen ze opkeken, zagen ze dat het graf open was. Ja, als je dat durft te doen, dan krijg je te horen van de engel, vrees niet. Dan krijg je te horen van de engel, ga maar naar die plaats waar hij je wil hebben. Hij gaat jullie voor. Je kunt hem nu nog volgen. Je kunt nu nog bij hem zijn. Dan gaat hij naar de plaats waar hij ooit de bergreden heeft uitgesproken in Galilea. En daar wil hij onze Heer worden. Daar wil hij een begin met ons maken van een nieuw leven in de richting van een nieuwe toekomst. Hem zij de eer en de heerlijkheid en de kracht.